De aardbeienautomaten. We zijn alweer toe aan wereld 6 in ons Kirby-avontuur. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. We halen alles. We spelen deze game 100% uit. Dus knal de duimpjes omhoog als je deze serie een beetje leuk vindt. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dat moet je gewoon even fixen. Dat moet je gewoon even doen. Gewoon even op die abonneerknop drukken. Dat zou ik heel leuk vinden. Want ooit moeten we toch die 100.000 abonnees een keer gaan halen op dit kanaal. Gaat waarschijnlijk nog 4 jaar duren, denk ik wel. Maar maakt niet uit. We komen er wel op een gegeven moment. Bababau. Oh, dit gaat, ja, dit gaat top. Dit gaat top. Nou, met deze skills halen we nooit die 100.000 abonnees. Deze, ja, je moet doorlopen, hè? Anders belanden die dingen op je hoofd. Dat is allemaal niet de bedoeling. Oh, er wordt hier nu een vlammetje ontstoken onder mij. Ik moet heel snel doorrennen en alvast lekker hierin gaan zitten. Lekker chillen. Oké, daar gaan we. Oké, wat is dit? Dit is een bonus stukje met een uppie. Nou ja, die kunnen we gewoon zo chill pakken. Gewoon, we kunnen gewoon hieronder chillen. Ze kunnen me toch niet raken. Oké, doe je. Doe je pijlen en bogen. Oké, ja. Ik moet ook niet stoer doen, hè. Ik moet nooit zo stoer doen. Oké, eens even koekeloeren, hoor. Ja, die kapot schieten. En deze kapot schieten. En... Ik vind dit wel echt een leuke power-up. Dit is echt chill. Oh, schoot ik nou echt een paar keer achter elkaar? Is dat als ik die knop ingedrukt hou? Ik weet niet hoe... als ik buk. Wow, deze is helemaal goed. Oh, ik kan ook nog bommetjes erop. Kijk nou. Ik leer nog allemaal dingen. Heel vet. Oké, en nu? Where go we nu naartoe? Let's go. Een beetje springen. Ik ga gewoon lekker snel door de level chain, denk ik. Een beetje springen, zo. Ja, oké. Ik denk dat ik deze power nu nodig heb. Nee, nee, nee. Niet slapen, Kirby. Niet slapen. Word wakker. Word wakker. Ja, ik ben nu alleen dus weer een normale Kirby. Nou ja, maakt niet uit. Denk ik, hoop ik. Wat is dit? Dit is ijsschotsman, waterman. Let's go, waterman. Wee. Dat is weer Batman. Ik wil helemaal niet die Bat Kirby. Die is kansloos. Die vind ik stom. We gaan gewoon door. We gaan gewoon rennen. En we gaan gewoon pizza puntje eten hier zo. Lekker, man. Pizza slides. Ja, en door. En door. Lekker. Maar ik heb nog steeds niet... zo'n dingetje gepakt. We hebben nog geen tandwieltjes gevonden, jongens. Waar zouden die liggen? Waar zouden die liggen? Oké, waar gaan we naartoe? We worden gewoon rechtdoor geschoten. Hier langs. Moeten we onszelf daar afschieten? Ja, zo. Oké, en door. Ja, oké. Oeh, ja, net op tijd. Cool. Dan kan ik nu kiezen. Niet kiezen. Nee, ik kan helemaal niet kiezen. Oh, ik wil eruit. Nee, nee, nee. Ik wil eruit. Nee. Oké, ik ga mezelf nu af laten gaan. Zo. Oh, nee. Oké, we moeten... Dit was natuurlijk expres. Ik weet niet hoe ik uit zo'n ding kom. Hoe kom ik hier uit? Hoe kan ik zeg maar stoppen met mezelf te laten schieten? Ik weet het niet. Of moet ik mezelf ergens tegenaan laten schieten? Wacht, even kijken hoor. We komen straks hier. Ja. Kijk. Ik moet het timen dat ik mezelf er tegenaan schiet. Zo, ja, top. Dit was de bedoeling. Dan kunnen we hier het eerste tandwieltje gaan pakken. Moeten we denk ik via links. Komen we sowieso hierin. En dan moet ik mezelf daar tegenaan knallen. Ik weet nog niet precies wat het knopje hieronder gaat doen. Oh, dan kan ik waarschijnlijk hier naar boven eruit. Ja, is dat het? Ja, en dan kunnen... Top. Oké. Okay. Was dit het eerste tandwiel? Ja, oké. Er zitten er 3 in dit level verstopt. 3 tandwieletjes. Wee! Let's go. Oké, nu gaan we serieus door. Nu gaan we niet meer af. Yay! Cool. Oké, wat ben jij? Ben jij elektriciteitsmeneer? Nee, jij bent ook waterman. Oké. Of is het wel elektriciteit? Nee, het is wel elektriciteit. Wat zeg ik nou, jongens? Ze lijken een beetje op elkaar. Okay, hieronder komen allerlei elektriciteitsballen op me af. Ik kan gewoon een beetje chillen. We gaan hier ook een beetje chillen. Niks aan het handje. Wat gaan we doen? Ik ga elektriciteitsman. Ga ik hier naar beneden? Dan ga ik even kijken. Zou ik die mega proberen te pakken? Die Mac? Waar ben je? Waar ben je, Mac? Kom. Kom naar boven. Kom naar boven. Hij kon niet, hè? Hij kon niet. Top. We gaan door. We moeten straks dus naar beneden. En als ik hard ga schieten... Ja, oké. Dat werkt wel. Cool. Oh, dus dan kan ik ook hier doorheen schieten. Dan kan ik hun allemaal weghalen. Super vet. Ja, dat werkt. Dat werkt top zelfs. We moeten hier naar boven. Kunnen we gewoon rustig aandoen. Beetje lopen. Beetje springen. Beetje hier zo doorlopen. En dan naar boven. Ik denk dat ik niks heb gemist als ik goed keek. Een lolly. Dank u wel. Oh, super lolly. Nu kunnen we gewoon gaan rennen.
moet wel goed opletten dat er niks boven mij valt of boven mij verschijnt van die... Van die kristallen, helder... Nou ja, ik kom niet meer uit mijn woorden, joh. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Hier moet ik in ieder geval even naar beneden. Die tandwieltjes bedoel ik gewoon. Waarschijnlijk zit er hier een. Oké, kan ik... Ik kan dit niet... Nee, ik kan dit niet doorsnijden, maar er zit ook geen tandwieltje. Het is alleen een uppie, dus laat maar lekker zitten. We gaan even door. Maar is het een hint? Is het een hint dat ik de slice power moet pakken? De linkkracht. Go, 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 go. Kunnen we dit nog even pakken? Oh, zo, dat ging ook maar net goed. Ik denk echt dat ik wat gemist heb. Of dit level moet gewoon gigantisch groot zijn. Of ik moet straks eindigen met twee van die dingen. Oh. Oh. Ja, ik denk het wel. Want we krijgen straks een bonus level. En dan zitten daar twee van die superpower kristalbollen energie. Rick, hou maar gewoon op. Hou maar gewoon op. Ik ga het niet meer benoemen. Kan alleen maar fout gaan. Let's go, Charizard! Ik zou hun natuurlijk allemaal op kunnen blazen hier, zo. Ja, doe ik dan ook maar uiteindelijk. Oké, wat is dit? Dat zag er heel sick uit. Let's go! Bam! Bye bye! Doei, mazzel! Bam! Lekker dit, lekker dit. Top, top. En door, en door. Kan ik dit ook allemaal opblazen? Oh, 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 dat wist ik niet eens. Ja dus. Het antwoord is ja. Het antwoord is een hele duidelijke ja. Bam! En jullie ook. Bam! Toppers. Nice. Ticket in the pocket. Let's go. Weer een bijna een leventje erbij. Jeetje, wat een mega bom. Ja, die kunnen we ook gewoon slopen, hè? Geen probleem. En dan komt hier inderdaad het geheime wereldje. Waar we de laatste twee collectibles kunnen pakken. Vanaf nu noem ik het collectibles. Oké. Okay. Oh, die moeten we opzuigen heel snel. Ja, dit gaat gelijk fout. Oh, oh ja, ik... ik kan dat gewoon terugblazen. Ja, nice. Oké, okay, let's go. Let's go. Let's go. Komt hier nog iemand aan? Spooky of zo? Ja, nog een spooky. Lekker. Ik hou van deze spookies. Top spookies zijn dit. Top spookies. Hier, ik heb er nog één. Hoppakee. En door. Kom maar, kom maar, kom maar. Bim! Oké, okay, rustig. Ja, goede sprong wel. Goede sprong wel. Oké. Okay. Oké. Okay. En door. Ja, dit was niet zo handig voor mij. Ik had beter wat eerder kunnen schieten. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. We overleven het wel, joh. We overleven het allemaal wel. Oké. Okay. Oké. Okay. Deze gaan we ook pakken. Ja, deze gaan we zeker pakken. We kunnen gewoon chillen, man. We kunnen dit gewoon rustig aandoen. Wat is dit? Dit zou niet rustig moeten kunnen, maar het kan wel rustig. Lopen. Schieten. Dat werkt niet. Dit werkt wel. Dit werkt heel goed. Nice. Nice. En door. Oh, wat? 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 Hoe dan? Boom. Lekker. Zo, dit had net moeten gebeuren. Maar dat het nu gebeurt vind ik ook prima. Hoppakee. Deze even wegschieten. En dan zijn we er. In ieder geval door deel 1. Oké, okay, welke power-up gaan we pakken? We hebben bommetje, we hebben ninja ster en we hebben zandman. Ik ga toch voor de bommetjes, denk ik. Hallo, boldomer. Bent u er weer? Bent u daar weer, boldomer, meneer? Hotse vlots. Hotse. Oh, wat is dit? Oh, oh my god, wat was dat? Wat is dat voor een sikke aanval? Deze boldomer, die heeft er zin in, jongen. Maar ik heb er ook zin in. Ik heb er kapot veel zin in. Hier. Oh. Oké, okay. Je gaat door het midden, hè? Ja, I knew it. I knew it. Hier, op je baccaroni. Lekker. Hotse vlots. Dikke doei. Energiebollen, zo heten die dingen, Rick. We hebben ze allemaal gevonden. Jongen, jongen. En dan hebben we leveltje weer uitgespeeld. Gaan we door naar level 2. En dan moet ik hier naartoe en dan moet die naar beneden vallen. Ah, helemaal prima. Let's go. Oh nee, dat is een ander spel. Oké okay dan. Zo, dit ziet er heftig uit. Ja, jij draait zeker mijn kant op. Ja, dat dacht ik al. Ik ben weer ongeduldig, jongens. Ik moet ook niet zo ongeduldig zijn. Ik kon ook gewoon wachten. Maar nee, ik ben weer ongeduldig. Gelukkig heb ik bommenman nog steeds. Dit werkt wel. Dit werkt prima. Dit werkt prima. Gewoon zo'n bommetje omhoog gooien. Wat een ziek idee. Dit werkt hartstikke goed. Hatsie, mijn matsie, blatsie, batsie. Een bommetje hier neerleggen. Oh, 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 wacht even. Oh, ja. Oké, okay, ook goed. Helemaal parima. En door de poort. Zo, dit is een super mechanisch level dit, joh. Wat is dit allemaal? Kan ik deze opzuigen? Ik wil het even proberen. Ik pak elke keer deze bom. Nou ja, weet je, dan toch niet, joh. Dan toch niet. Dan lopen we toch gewoon lekker door. Ook goed. Wat? Oké, okay, we zijn boven. Ja, ik doe ook veel te moeilijk. Kom hier.
Ga nou even... Die kracht moet gewoon heel even weg. En dan wil ik even dit testen. Nee, dit werkt dus blijkbaar niet. Nou, dan pak ik mijn bommenkrachten terug. En dan ga ik gewoon lekker door. Zo, oké. Ik ben inmiddels bijna dood trouwens. Ik moet gewoon even een beetje beter opgaan. Let, holy moly, waar kwamen die dingen opeens vandaan? Oké, we moeten sneeuwpopman pakken. Hey, sneeuwpopman. Hoppakee, blokkie. Oh, jij bent... Oh my god, waarom spring ik nou ook tegen hem aan? Waarom gebeurt dat? Lekker. Oké. Door. Ik zit in mijn focus, hoor je het? Soms val ik opeens stil. Ben ik opeens gefocust. Oké, dit gaat goed. Dit ging goed, wou ik zeggen. Oké. En door. Hoeveel energiebollen zitten er in dit level? 4. Oké, dan moeten we er zo langzamerhand eentje gaan vinden, hoop ik. Misschien hierboven ergens. Nee, zo te zien niet. Wee. Oké, en door. Ja, super. Hierboven even kijken. Nee, ja, hierboven dus wel. Oh my god. Oh, maar nu heb ik geen... Nu heb ik geen sneeuwpop meer. Dan ga ik maar even kapot. Hallo, daar ben ik weer. Oké, maar ik vraag me nu serieus af hoe je dat moet doen. Oké, misschien is dit het. Misschien moet ik dat doen. Zo. Wee. Zo, wee. En dan kan ik dit nu kapot maken of zo? Is dat het? Kan ik... Ja, oké. Het moest in tweeën. Nou, we hebben hem eindelijk hoor, jongens. Oh, ging ik alsnog bij de 100 randje staan. Lekker bezig weer, ik. Oh. Oké, wat gaan we hier doen? We gaan hier naar boven. Ja, top. Oh, ik denk dat we Steenman hadden moeten pakken. Ja, die is ook een Steen Power-up. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik de Steen Power-up niet zo heel vaak. Ik vind hem zelf meestal niet zo fijn, maar ik zal hem ongetwijfeld nu nodig gaan hebben. Alhoewel, ik weet niet. Is dit het? Nee, dit is het nog niet. Oké, we moeten denk ik naar de bodem. Van de oceaan. Nou ja, het is eerder een riool hier zo. Zo, op. En dan, oké. Nu hebben we geen steenpower meer. We zijn nu gewoon onder water, Kirby. Even goed opletten dat we weer niks missen natuurlijk. Hieronder hadden we een ster. Voor de rest niks. Kennen we door. Kennen we hier naartoe. Zo, yes, nice. La 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 la. Pakken we deze rode ster even mee. Zo, en door. Ja, kennen wij gewoon. Komen we hier terecht bij allerlei andere Vincies. We kunnen nu niet via links, we kunnen wel via rechts en dan kunnen we hier naar links. Ja, hier in het midden, daar zit iets wat we moeten hebben. Dus even koenkeloeren hoe we dat gaan doen. Kan ik gewoon naar beneden blazen en gaan die stenen dan kapot? Of... Oh wacht, moet hier springen? En dan zo, naar beneden. Ja, top! Oké, deze was redelijk snel duidelijk. Dit ging goed, jongens. Het ging eindelijk een keer goed. Very nice. La la la, lekker zwemmen in smerig water. Lekker. Oké, we zijn er weer uit. Geweldig. En toen, wat ben jij? Jij bent een ontplof, meneer. Nou, jammer voor jou, ontplof, meneer. Hoppakee, dikke doei. Hallo, ontplof, meneer. Ik kan ontplof, meneer, ook gewoon slaan. Dan ontploft hij lekker niet. Oh, ja, dat moet ik alleen wel... Moet ik hem wel goed slaan. Zo. Oké, ga ik jou pakken? Wat ben jij? Ben jij prullenbakdino? Wat is dit? Wow, die was vet. Deze heb ik nog helemaal niet gehad, deze power-up. Maar deze is super cool. Deze schreeuwt de hele boel bij elkaar. Die vind ik leuk. Oh, what? Ja! Deze is geweldig. Deze power-up is echt fantastisch. Oh, maar we zijn nu wel klaar. Dit was het voor deze power-up. Oké, nou prima. Dan gaan we rustig door, ja? Doei, mazzel. Ik ga de trap af. En toen. Beetje zweven. Ja, hier een beetje doorheen zweven. Ik ga wel even dit pakken zo. Oh, wat ben je nou naar mij aan het kijken, jongen? Ga eens weg. Ga eens weg met je oog. Oké, doei. Oké, deze wil ik hebben. Ziet eruit als een leuke power-up, de Rodeo-ster. Gaat hier een baas aankomen of zo? Ik dacht het al, hè. Ik voelde het al. Dubior. What up, Dubior? Oké, Dubior. Kom maar. Ja, is goed. Is goed, Dubior. Hier, ik spank jou met mijn Rodeo-ster. Lange stem. Oh, wacht. Oké, ik doe niet stoer. Ik deed niet stoer. Het was net alsof ik stoer deed, maar ik deed niet stoer. Ja, ik doe wel een beetje stoer. Je bent al bijna kapot. Je bent helemaal kapot. Ik ga jouw kracht pikken. Hotse vlots. Elektriciteit, Kirby. Knopje indrukken en dan. Dan begint de lift te gaan. En dan moet ik die pakken. Ja, ik denk dat ik meer bommen moet pakken. Ik had ze denk ik allemaal moeten pakken. Denk ik. Oh nee, we hebben de goede in ieder geval wel gepakt. De tweede hebben we niet. Maar ik denk dat dat niet uitmaakt. Want ik denk dat hier niet een tandwieltje zit.
Althans, dat hoop ik. Ik zat even een beetje te twijfelen. Ik wil dit zwaardje hebben. Zo. Hoppakee, nu zijn we weer Link. Oké, we hebben een sleutel. Oké, deze gaat nu op en neer. Ja, we kunnen met de sleutel gewoon rustig door. Gewoon chillen. Kijk wat hier gebeurt. Ja, oké, cool. Deze indrukken. Dan gaat die naar beneden. En dan? Oh, er komt er eentje terug zonder stekels. Ja. Hier tussendoor. En dan ook bij de volgende er tussendoor. Het ziet eruit alsof dat niet al te moeilijk hoeft te zijn allemaal. En dan? Ja hoor, tandwieltjes eronder. Hotseflotse. We hebben ze weer allemaal. Ja, 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 ja. Deze lijkt op die Pokémon. Op die zwaard Pokémon. Honedge, volgens mij, toch? Zo heet dat ding. En door naar level 3. Oké. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Weer 4 krachtbollen, lichtdingen, energiebollen. We noemen het energiebollen vanaf nu. Let's go. Ziet er leuk uit. Ziet er leuk uit. Ik hou van achtbaanlevels. Ik wil alleen niks missen in achtbaanlevels. Maar tot nu toe lijkt het goed te gaan. Ja, oké, gaat nog steeds goed. Gaat heel goed. Ging soepel. Let's go. Blijft dit de achtbaanlevel? Ja, dit blijft gewoon de achtbaanlevel. Ik ga wel even wat rustiger aandoen nu, denk ik. Want ik heb het gevoel dat we anders straks wel iets gaan missen. En dat wil ik niet. Oh, wat een ziek idee. Nice. Kijk, hier namelijk. Hoe gaan we dit doen? Klik deze krachtloze. En dan dit op. Zo, ja. Oké. Oh, maar kom even terug. Oh nee, nu ben ik mijn power-up kwijt. En ik weet bijna zeker dat ik die wel nodig heb straks. Ik denk dat het niet slim is dat we dit hebben gedaan. Kirby, los. Ja, goed zo. Goed zo. Lekker. Lekker. Oké, we hadden hem dus niet nodig. Toppie. Lekker. Hey. Soepel hoor, Curbs. Oké, ik pak dit blokje. We kunnen die dus meenemen. Zo. Als ze straks allemaal geraakt worden, dan... Ja, maar eigenlijk wil ik wel een superpower meenemen. Dat vind ik belangrijker. Ik wil gewoon jouw kracht meenemen. Kijk, die gaat met ons mee. Die M. We moeten gewoon een beetje opletten nu. Dan gaat hij met ons mee. Oh, hij gaat niet helemaal mee. Dan pak ik hem gewoon op. Doei. Later. Oh, moeten we tegen twee bazen? Tegen twee bazen? Oh, en ik ben nu al geraakt door eentje gewoon. Omdat ik letterlijk in hem ging staan. Oké. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer allemaal? Ik heb er één kapot gemaakt. En die tweede ook bijna. Ja, cool. Oké. En nu? Nu zijn superpower... Welke superpower moeten we pakken? Ik heb de steen superpower blijkbaar. Ik hoop maar dat ik de goede heb, jongens. Ik denk dat dit kan. Ja. Oké. Zo, slaan. Cool. Heb ik mijn leven weer terug? Top. Oké. Nou, prima. Oké, knopje indrukken. En dan? Wat gebeurt? Komt de platform omhoog. De platform gaat langzaamaan weg. We gaan door. Daar is een tandwieltje. Ja, die hadden we net gesnipt. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Ja, dit gaat top. Oké. Hier lopen allemaal mannetjes daaronder. Die houden het level in beweging, zo te zien. Maar ik ga wel door, hoor. Ik heb geen tijd ervoor. Gaan we hier naar boven? Ja, we kunnen gewoon hier langs de zijkant. Zo, deze weghalen. Ja, chill. Gaan we hier naar boven? Ja, toren beklimmen. Oké. Ik ga jou... Hoppakee. Ja, dit is cool. Dit is de lichtkogelkracht. Ziet er sowieso leuk uit. Oh ja, dan gingen we alles licht maken, toch? Of zo? Ja, kijk, moesten we dit doen inderdaad, ja. Ja, ik weet het weer. Ik weet het weer. En dan kunnen we weer erdoor als we deze allemaal hebben. Heb ik ze nou? Ja, toch? Ja, we hebben ze. Cool. En door. Super. Oké, door. Volgens mij hoef ik daar niks te doen. Hier wel. Hier moet ik zeker weer wel wat doen. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 en nummertje 8. Ja. Oké, gaan we via deze kant. Ja, top. Snel naar boven. Snel verder naar boven. Oh, en dan door, ja. Door de poort. Lekker jongens, lekker. En hier is weer zo'n stukje. Ik zie hier één... Oh, dat moet allemaal in één keer zeker. Ja, want die zitten dan aan elkaar vast. Oh nee, dat hoeft niet. Oké, ik dacht dat dat moest, maar dat hoeft blijkbaar niet. Oh, we hebben hem toch? Ja. Waarom gaan we naar beneden? Omdat we opeens hier naartoe moeten. Oké. Ja, speciaal leveltje. Lekker man. Dit is wel weer leuk gedaan man. Dit is wel echt een leuke Kirby game. Ik ga niet liegen. Ik heb het echt naar mijn zin met deze game. Oké, dit is weer zo'n gek level waar je dan half moet zwemmen. Hele aparte levels zijn dit. Hé, doe eens normaal met die bommen. Doe eens even normaal. Dat hoeft niet hoor. Dat hoeft niet van mij. Je hoeft niet allemaal bommen te gooien. Dat is echt niet nodig. Dat is echt niet nodig, jongens. Stoppen. Stop daarmee. Kappen nou. Huh. Oké. Auw. Oké, en door. Visie opblazen. Hallo, visie. Lekker banaantje eten. Kom maar, banaantje.
Lekker. Nom, 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 nom. Nog een visie. Hier nog een banaantje. Ja, en door. Nog meer visies. Oké, die visies weg. Oké, dit gaat wel soepeltjes tot nu toe. Dit gaat wel lekker. Ik weet niet of ik dit haal. Ja, ik haal dit wel. Oké, cool. Hallo vis. Doei vis. Nog een keer. Hoi vis. Oh, dit was jammer. Dit was jammer. Oké, dan gaan we gewoon hierboven langs. Ken ook. Ken ook. Zo mega vis, jongen. Ik haal die ster gewoon in. Ik ben weer ongeduldig. Zien jullie het? Ik heb hier allemaal geen geduld voor, joh. Ik had dit veel rustiger aan kunnen doen. Oké, met welke superpower gaan we nu een bulldomer verslaan? De hamer, man. De hamer. De hamer is episch. Die vind ik altijd leuk. Oh, maar er is wel water in de midden. Deze maakt het wel moeilijk. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Gewoon slaan. Gewoon slaan. Harder slaan. Dit was lekker. Dan gaan we gewoon hieronder. Oké, oh, jongens. Jongens, rustig. Oké, ik moet gewoon snel tempo maken. Ja, lekker. Goed zo. Gewoon blijven slaan. Blijven slaan, Curbs. Blijven slaan. Heel goed. Heel goed. Ja, lekker. Oké, hij heeft mij ook wel voor de helft, maar dat boeit niet. Dat boeit niet. We pakken hem gewoon. Wat ziek idee. Bulldomer wordt de zoveelste keer gesloopt en de energiebollen gevonden. Hoppa. Emmertje pakken. En door. Zo. Tijd om te ontspannen. Even de schoudertjes losgooien. Level 4. Hier zitten zelfs 5 energiebollen in. Oké, en we moeten weer tempo maken. Ja hoor, we gaan nu... dit is een beetje zo'n zwembad, weet je wel? Heb je zo'n deel waterbaan stuk in een zwembad? Zo'n stroomversnelling deel? Zo voelt dit. Dit voelt exact zo. Ik ben tot nu toe 1 keer geraakt. Wat is dit nou, joh, voor een maf ketel? Hallo? Zandslak? Wat was dat? Die zie ik ook voor het eerst in deze game. Oh, oké, het is donker. Oké, opgepast. Het is donker. Pas op, Curbs. Goed zo. Pak maar deze Fireman. Charizard power. Let's go, let's go. Kunnen we boven langs? Oh, kijk, hier is in ieder geval een lampie. Wat is onderlangs dan? Ik ben nou eigenlijk wel benieuwd wat daaronder was. Ik ben niet naar onder gegaan, maar ik ben wel benieuwd wat daar is. Ik zie een meervluis. Meervluis, ga eens weg. Hoppakee, opzouten. Oh, het is alleen maar 1 sterretje. Oké, cool. Je moet het gewoon weten, toch? Hetzelfde geld zat er een energiebol. Oké, via deze kant. Ja, dan gaan we zo. Harnetje power hier zo. Hoppakee, wegwezen. Hierboven is de... Ja, ik denk wel dat we die nodig hebben, die kracht. Ik heb zo'n voorgevoel van wel. De hamerkracht. Kunnen we naar rechts? Ja, kijk, zie je? Hoppakee. Energiebol nummer 1. Beneden is een ticket. Die gaan we ook maar even pakken. Zo. Ja, cool. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. Hier naar beneden. En dan kunnen we hier nog... Ja, we kunnen nog wel door. Want dit is door naar het volgende level ding, denk ik. Of had ik dat... Heb ik nou iets gemist? Ik denk het niet. Want volgens mij is het altijd rood als je naar een bonus leveltje kan. En dit was geel. Dus volgens mij gingen we hier gewoon door naar het volgende stukje. Oh, wacht, wacht. Ja, goed zo, Curbs. Goed zo. Lekker, lekker, lekker. Oké, hier is het nummertje 2. Ja, die hebben we ook te pakken. Top. Nice. Even rustig aan. Even chillen. Heel goed. Gewoon rustig aan. Ja, lekker. Geduld. Oké, dit is een paraplu en een boxhandschoen. Ik ga dan maar voor de boxhandschoen. Ja, ik denk als je die andere uitgang had gepakt, dan had je hier de bovenkant gehad. En dan had je denk ik die energiebol niet kunnen pakken. Oeh, ik wil eigenlijk... Nou, ik weet niet wat we moeten doen. Ik weet niet of we nou beter bovenlangs of onderlangs kunnen gaan. Ik heb geen idee. Pak denk ik maar gewoon onderlangs. Wat? Oké, oké. Oké, kibbelblade. Kibbelblade. Hier. Rustig gaan, hè? Rustig gaan tegen de curbmeester. Oké, hier. Wegwezen. Ik was iets te gierig. Oh, kan ik gewoon bovenop hem stuiten? Dan zag je dat. Dat was heel vet. Ik bounce gewoon bovenop hem. Dat vond ik heel cool. Ja, dat vond ik oprecht heel cool. Oké. Dit gaat naar beneden, dus ik wou erin springen. Kan alsnog, denk ik. Of misschien moet ik mijn boomerang opladen en gooien. Misschien zo. Ja, en dan nog iets verder staan. Ik denk dat dit moet lukken. Nog iets verder staan. En dan... Oké, werkt dit niet? Ja, wel. Dit werkt wel. Top. Kijk, en daar is de derde energiebol. Super. Oké, goed zo. We liggen op schema, jongens. We liggen heerlijk op schema zelfs. Voor die 5 energiebollen. Dat gaat helemaal top. En nu? Kan hier naar beneden? Oh, ik weet niet. Ik twijfel wel eerder of ik de goede kant op ga, hoor. Kan je niet zo goed zien, hè? Of je de goede kant op gaat. Daar beneden is in ieder geval een energiebol. Ik kan hier eventjes terug. En dan hier naar beneden?
Nee, dat werkt niet. Het lijkt erop alsof ik daar van de onderkant moet komen. Daar kan ik niet naartoe. Oké. Ja, er zijn niet zoveel opties. Er zijn niet veel opties om naartoe te gaan. Dus dat klinkt tot nu toe nog goed. Hier kan ik ook niet naar beneden. Want hier word je naar boven geduwd. Dus even kijken hoor. Hier kan ik gewoon rustig alles pakken. Ja, deze kan ik ook pakken. We moeten hier naar beneden. En dan? Dan moet ik denk ik gewoon hier naar beneden gaan. Dat kan haast niet anders. En dan, ja, dan zie je, ja, dan komen we hier uit inderdaad. Ja, nou, zo moeilijk was het dus blijkbaar niet. Dan weer met de vissen, met de vissen afrekenen wou ik zeggen. Maar dat ging niet helemaal soepel. En dan gaan we nu wel hier naar rechts. En door. Nog één energiebol te gaan. Dit was precies verkeerde timing. Oké, rustig aan, Rick. Rustig aan. Niks overhaasten. Rustig aan zwemmen. Oké, even goed kijken. Ja, onderlangs denk ik. Ik hoop dat daar niet boven een energiebol zat, want dan had ik die heel vies gemist. Oké, door. Ik zie nog steeds geen energiebol. Ja, ik moet hier naar links. Ik moet hier naar links. We moeten hierin. We kunnen wel even gewoon... Nee, dat kan dus blijkbaar niet. Ik wou even chillen, maar dat kon niet. Ik dacht dat we konden chillen, helaas. Oké, we hebben hier een sleutel voor nodig. Oh, ja, top. Kan ik dit omhoog gooien? Nee, hè? Oké, dit moet even opnieuw. Dit moet even opnieuw, jongens. We hebben namelijk die elektriciteitspower nodig hiervoor. Deze vijand is hier niet voor niks. Hoppakee, leek een beetje op Shiny Hoppip. En dan zo de kaars pakken, denk ik. En dan hier omhoog, ja? Oh, dit is alleen de verkeerde. Kan ik... Gun mij die kaars, jongen. Hier zat de sleutel, potverdorie. Ik maakte de verkeerde open. Nou ja, boeien, we hebben hem alsnog. Toppie! In ieder geval zijn de energiebollen compleet. Dus dat is top. Go, 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 go. Dit is vet, dit is vet. Dit is heel vet. Lekker. Dit was cool. Wel een leuk level dit hoor. Ik hou er wel van, waar een beetje snelheid bij kon kijken. Daarom vond ik Donkey Kong ook altijd zo leuk om te spelen. Donkey Kong had ook altijd van dit soort leuke leveltjes tussendoor. Waarbij snelheid het belangrijkste was. In die mijnkarretjes en zo, dat was heel vet. Oké, jongens, level 5. Het laatste level en dan nog het boss level. We hebben alweer 100 energiebollen verzameld. Ook lekker. Kunnen we later al die minigames achter elkaar gaan spelen. Oké. Het ziet er ook wel weer spannend uit. Weer in de mechanische fabriek. Oké, ik ga hem pakken. Vind ik leuk. Ja, deze vind ik leuk. Hop, hop. Ik vind jou ook leuk met je Mac, maar ik ga nu even voor een andere. Oké, moeten we hier doorheen. Easy. Easy. Hoppakee. Dit is wel een coole kracht. Het ging alleen heel even fout zo te zien. Ik had iets langer door moeten schieten. En door, en door. Ja. Oké, boomerang mannen. Boomerang mannen. Nog meer boomerang mannen. Ah! Hoppa. Very nice. Zal ik even wachten maar? Voordat ik opeens geplet word. Ticket pakken. Ik ben alleen wel weer ongeduldig, jongens. En dat wordt bestraft. Maar waarom haal ik dit niet in één keer? Dit moet toch gewoon kunnen, jongens. We moeten toch gewoon zo in één keer door kunnen rennen. Toch. Ja, zie je wel. Het is gewoon te halen. Oké, als we deze hendel omhalen, dan... Ja, dat dacht ik al. Dan worden ze allemaal in één keer gesloopt. Dan zou ik achterlangs kunnen lopen om die one-up te pakken. Maar laat me lekker zitten. Oké. Ja, en wat is dit? Ik moet hier elke keer onder de juiste plek staan of zo. En nu moet ik hier staan. Jammer, ik wou zijn superpower wel hebben. Dat is wel cool. Oh, wow, dit ging echt maar net goed. Ik dacht ik werd geplet. Hier naartoe voor de energiebol. Lekker. Oh, die hadden we wel even goed gesnijpt. Oh, dit was hem. Oké, dan. Oké, er komen echt legio vijanden. Maar ja, dat is easy voor deze curb. Hierboven niks. Nee, ja, toch even checken voor de zekerheid natuurlijk. Ik ga jouw superpower pakken. Misschien komt die nog van pas. Misschien hebben we deze nodig nu. Wat ziek idee. Is altijd sowieso wel lekkerder, deze kracht. We gaan door. Mac staat weer in de weg. Broomstick, man. Die ticket, nou ja, vind ik prima. Die laat ik even gaan. Ik ga boven langs bij hem. Geen boodschap aan hem. We springen gewoon door. We springen nog steeds rustig door. Ik heb zo'n gevoel dat hier straks iets komt wat ik moet hebben. Of misschien toch niet. Misschien is mijn gevoel niet juist. Want daaronder gaat het zo snel. Kijk, dan word je zo hard teruggestuurd. Ja, er was wel een M daar zo. Oh, kijk hier. Jij verstopt iets, jongen, hier. Ik heb je wel gezien. Ik heb jou wel door. Oké, we moeten een sleutel pakken. En dan, die moeten we denk ik gooien. En dan aan de andere kant moeten we die weer oppakken. Oké, dit gaat wel. Ja, dit lukt wel. Dit lukt heel goed. Top. Lekker, nummertje 2. En nu? Wat moeten we nu doen? Ik denk dat ik hem wel gewoon bovenlangs moet blijven gaan. Oké, hier komen allemaal enemies aan. Wel leuk om die gewoon te pakken, denk ik. Zo, hop.
En dan worden we beloond met een burger. Oh, oké. Hier weer een leveltje waarin we op de juiste plek moeten staan. Wordt waarschijnlijk weer afgesloten met zo'n energiebol. Ongetwijfeld. Ja, in het midden. Oké. Okay. Yo, daarboven. Ja. Woe. Oké. Okay. Moesten we even snel reageren weer, zeg. Maar we hebben hem. Helemaal top. En nu? En nu? Enemies. Die hebben we gesloopt. No problem. No problem. Oh, dat was hem weer. Cool. Ik denk dat de laatste twee weer met zo'n speciale bossfight komen. Dat is mijn gok. Helaas is dat geen superkracht. Ik dacht het al, maar ik wou het toch even proberen. Omdat ik deze enemies ook nog niet eerder heb gezien, volgens mij. Bommetje erop. Zo. En naar beneden. Kunnen we hier aan hangen. Dan komen die naar ons toe. Helemaal prima. Ga ik jouw superpower maar pakken. Dank u, meneer de Rodeo. Deze. Ja, muntje pakken. Zijn we... Oh, dan zijn we onzichtbaar. Ja, cool. Kunnen we dan gewoon hier doorheen? Nou, dit is wel lachen altijd, hè? Kunnen we ook gewoon hier doorheen springen? Overal. Hebben we nergens last van. Kijk, hoppakee. Lekker dit, hoor. Kunnen we hier ook doorheen? Nee, dat niet. Zo, kristalletje weer oppakken. Gaan we weer naar beneden. Kunnen we hier overal doorheen? Ja, gaan we hier maar ook doorheen. Ja, cool. Hier aan hangen. Hop, deze weer pakken. Zo, ja. En de vierde energiebol. Oh, ik word wel opeens geraakt omdat ik hem blijkbaar losliet. Nou ja, boeien. Dan laten we hem lekker los. Dan gaan we lekker zo. Helemaal goed. En door. Ik had het dus blijkbaar fout. Er komt geen mega big ass superpower aan. Nee, we moeten de laatste weer hieruit halen. Ik heb zo'n gevoel dat deze lastig gaat zijn. We moeten klimmen. Ja. En nu? Oké. Okay. Dat was dom, hè? Ik wou het gewoon proberen. Let's go, Kirby. Oké, naar beneden nu, Kirby. Oké, we gaan snel klimmen. Oh, hier is een uppie. Nou, laat maar lekker zitten. Laat maar lekker zitten. Oh, man. Ik neem deze video ook s'avonds laat op. Er zit gewoon muggen. Ik was gewoon naar muggen aan het grijpen. Gewoon omdat het al laat in de avond is. Willen ze mij weer leegprikken, die scheidbeesten. Ik moet het ook gewoon niet laat in de avond opnemen. Alhoewel, het grootste gedeelte van de video ging prima. Oké, door. Door. Cool, oké. Kan het uppie nog pakken nu? Zo, ja, lekker. Heb ik mijn leven weer terugverdiend. Ga nu naar rechts. En naar boven. Ik wil gewoon door. Ik laat hem lekker zitten, denk ik. Of had ik hem moeten verslaan voor de super... Voor de energiebol? Twijfel. Nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. Oké, hij zit hier. De energiebol gevonden. Die werd me letterlijk in de schoot geworpen. Toppie! Nou, en door. Ik dacht veel moeilijker, maar uiteindelijk was het best makkelijk. Level 5 uitgespeeld. Volgens mij alle energiebollen weer gevonden. En dan daar. Nou ja, weer een baaslevel. Hoppakee. Alle energiebollen in wereld 6 gevonden. Super. Kunnen we door, jongens. Dan kunnen we door. Naar het baaslevel. Wie wordt hier dan de baas? Ja, dat zal die driekoppige dino wel zijn die we zijn tegengekomen aan het einde van de vorige video. We hebben een jumpkracht. Zwaard, ninja sterren. Zal ik voor deze gaan gewoon? Ja, we gaan deze proberen. Ik ben heel benieuwd of dit de goede keuze is. I do not know. I don't know. Oké, daar zijn we. Oeh, is het een mech? Van een... Het is de metaalgeneraal. Metaalgeneraal. Die kunnen we van boven afschieten met deze superpower. Dat is top. Of, ja, we kunnen hem ook gewoon zo schieten. Zo, dat ziet er wel fancy uit, vriend. Dat ziet er fancy uit. Ik ga je gewoon slaan. We zien ook hoeveel damage we hem doen. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel cool. Oké, hij gaat nu schieten. Ik kan ook schieten. Hier, zie je? Ik kan ook heel goed schieten. Metaalgeneraal. Hier, metaalgeneraal. Oh, hij is bijna aan het ontploffen. Wat doet hij? Hij gaat bijna ontploffen. Ben je er weer? Oh my god. Oh my god, hij gaat met de raket de lucht in. Wat een gek. Wat een gek. Oh, hij is in de background. In de background. Hij komt in het midden. Holy moly, hoe kon ik die ontwijken? Misschien zo. Misschien dat ik hem zo moet ontwijken. Ik krijg nog een poging om te proberen te ontwijken. Kom maar. Ja, kijk, dit werkt. Dit werkt gewoon met een sliding. Oh, je bent er weer? Kom dan. Kom dan. Oh, het staat wel allemaal in vuur en vlam. Ik ga hem gewoon schieten. Dit werkt prima. Ik moet alleen... Auw, dit werkt te prima. Dit werkt te prima. Oké, door. Door, wegwezen, curbs. Wegwezen. Ik weet niet wat het zijn. Ziet er fancy uit in ieder geval. Oh, dit zijn... die zijn cool. Dit zijn gewoon space shuttles. Oh, hij gooit landmijnen. Mandlijnen, wou ik zeggen. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Doei, meneer de generaal. Ah, dit ging best wel soepel, hoor. Doe je dans maar, Kirby. Doe je dans. Ja, ja. Is dit echt de eindbaas van wereld 6? Het is echt de eindbaas van wereld 6, hè?
Maar waar is die draak dan? We moeten sowieso nog tegen die draak. Welkom terug, Kirby. Het is nog maar een steenwerp naar de berg van Landia. Oh, die draak is daar. Woont hij daar? Bovenop de piek van een vulkaan, omringd door intense vlammenzee. De beklimming van de vulkaan is zeker niet ongevaarlijk, maar voor jou is het vast een eitje. Schiet maar op en maak korte metten met die duivelse draak. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Ik vind het een hartstikke leuke serie. Ik hoop jullie ook lekker lange afleveringen van Game Piece. Doe duimpje omhoog, abonneer en dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!